badkamer nog een wereldse Hanne-touch te geven, maken de zusjes een kamerscherm met haar Afrikaanse stoffen. En dat heeft nog een extra voordeel. Als ik op de wc zit en er komt er daar iemand in volle vaart binnen en je hebt een tijd nog niet om te zeggen dat het bezet is, dat je tenminste toch een paar seconden nog hebt om beschut te zijn, om dan te zeggen rechtsomkeer buiten. Dus wat doen we eerst? We gaan ons frame opmeten. Tussen de houten latten in. 37,5. Daar tellen we een paar centimeter bij, omdat we onze stof nog gaan omzomen. We duiden aan. Stofschaar. Kijk. En qua breedte is dat perfect. Zeker als we dat zelfs toch gaan omzomen. Daarvoor hebben we van die zoomband die dat je op kunt strijken. Waarom doen we dit, Gemin? Dit doen we zodat de stof niet uitrafelt. Want dat wil niemand voor hebben met zijn paravan. Dat je ineens zo vlechtjes stof hebt en iedereen ziet u erachter zitten. Dan leg je de zoom op zijn plaats. Op 2 centimeter van de boord. En dan slaag je de zoom erover. En dan strijk je het. Ik haat strijken. Als je mij wilt straffen, dan moet je zeggen, strijk nu een hemd. Wij hebben een zus die dat zo graag strijkt, dat hij echt alles strijkt. Onderbroeken, zakdoeken. Als die op dreef is, dan is er geen stoppen aan. Ik snap het niet. Dat is een hobby op zich, denk ik. En voilà, ze. Alle twee kanten zijn omgezoomd. Wij gaan de stof bevestigen met kopernagels. Plooi het. Ik hou het even tegen. Onderin? Ja. Dus nu trekken we de stof goed aan. Voilà. En zo werk je de twee andere panelen ook nog af. Wij gaan dit paneel nog afwerken met deze stof. Dat maakt het dynamischer.